Wij zijn gekomen aan het einde van de aardse reis van onze dierbare pottenkoopman. Wij hebben hem leren kennen als een man die zijn geld niet oppotte. De armen konden een potje bij hem breken. En ook ons klooster bedacht hij wanneer bij ons de nood aan de man was, wanneer wij de bodem zagen van onze kannen en kruiken met goede gaven. Want hij wist dat er geschreven staat dat het voor een kameel veel gemakkelijker is om te gaan door het oog van een naald dan voor een rijke om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Wij hebben hem leren kennen als een rechtvaardig en vrijgevig mens. Maar hij had ook zijn nukken en zijn gebreken. Dat weten wij allemaal in Gravendam. Maar hij was de eerste om dat volmondig toe te geven. Naar zijn vrouw, naar zijn familie en naar de anderen. En hij sprak daar ook over in de biecht. En hij deed boete voor zijn zonden. Laten wij daarom hopen en bidden dat wij door onze gebeden het louteringsproces van de ziel van onze dierbaren in het vage vuur kunnen bespoedigen. Opdat, wanneer God op de dag des oordeels tegen de ziel van de pottenkoper tikt, daar een welluidende klank uitkomt en geen dof geluid dat duidt op een lek aan zonde. Want wij, zoals wij hier tezamen zijn, hebben er toch allen voor te zorgen dat wij op de dag des oordeels daar bijeenkomen met een reine ziel. Hij wist ook dat er geschreven staat: zie toe dat gij u hoedt voor alle hebzucht. Want ook hij of zij die overvloed heeft, zijn leven hoort niet tot zijn bezit.